Een van de voordelen, of nog een van de vele voordelen van het Fujifilm systeem, als je een Fujifilm camera koopt, dit is nu de X-T1, dan zit daar zo'n batterij bij. Behalve natuurlijk alles van de X-series. Behalve natuurlijk als je naar de GFX, de middenformaat camera's gaat, dan zitten er andere batterijen in. Het type daarvan is NPW126. Je hebt een aangepaste versie van deze batterij, dat is de NP126S. En ja, ik heb er op markering nageduid dat ik weet wanneer, hoe oud dan die batterijen zijn eigenlijk. Dat is gewoon van mij persoonlijk. Maar dus die batterijen zijn, ook de gereviseerde versie is even groot, dus die past ook in elke camera van de X-series van Fujifilm. Dat deurtje, dat batterijdeurtje is op zich wel gewijzigd. Bij sommige modellen, bij de compactere camera's, steekt de batterij en de SD-kaart in dezelfde sleuf. Hier heb je een aparte sleuf voor de SD-kaart. En ik heb in het verleden gelachen met of de spot gedreven met Sony, omdat zij de camera verkopen met een batterij, de Sony Alpha 7, maar zonder lader. Nu, op zich is dat geen zo'n groot probleem, omdat de X-T1 kan het denk ik niet, maar de X-T2 bijvoorbeeld kun je via de USB-poort ook gewoon opladen. Maar de X-T1 kan dat nu wel niet, denk ik. Maar je krijgt daar dus. Bij de X-T1 krijg je nog wel dit soort lader, maar bij de X-T30, de recentste compacte versie van de X-T3, de X-T30, zit er ook al geen lader niet meer. Dus. En dat is een vrij grote lader, zoals dat je ziet. Ga rechtstreeks naar 220 volt via zo'n kabeltje, een vrij standaard kabel. En die batterij kan er maar op één manier in. En er is hier een led die pinkt. Terwijl dat hem oplaadt en volbrandt als het gedaan is met laden, denk ik. Dat staat in de handleiding, wat dat juist juist sequence is. Ik had al een klein upgrade gedaan. Dit is wat dat je bij een MacBook-lader krijgt. En dat is eigenlijk. Dus dit deel is natuurlijk anders afhankelijk van in welk continent. 220 volt, 110 volt, maar ook gewoon de aansluiting fysiek zijn anders. In Amerika heb je van die platte pinnen. Dus bij Apple leveren ze dit erbij voor Europa en dan moeten ze enkel dit stukje anders leveren voor andere continenten. En ik heb daar denk ik al een keer een video rond gemaakt, maar je kan die helpstukjes kun je gebruiken om hierin te klikken en dan kun je die lader vrij compact gebruiken, zoals dat je ziet. Maar dit is nog altijd niet optimaal, want je hebt nog altijd wel een 220 volt stopcontact nodig. En dat is waar dat deze lader een oplossing voor biedt. Dat is eigenlijk, zoals dat je kunt zien, een Nightcore is het merk. Dit is nu de FX1. Denk niet dat er veel opties. Ja, je hebt denk ik wel nog een alternatief waarbij dat je. Bij deze kun je twee accu's laden, dus aan elke kant kan je een batterij steken. Het is een USB-lader, dat is een groot voordeel voor mij toch, omdat ik dan op verplaatsing ook heel gemakkelijk de batterijen kan opladen. En je ziet hier zit er een USB-verbinding, dus als je een computer hebt, of in mijn kabinet in mijn geval heb ik 12 volt. Of 5 volt beter van die sockets voor USB. Dus dan kan ik die daar heel gemakkelijk opladen. En ze hebben ook een extra feature. Er zit een display op waarop dat je allerlei info krijgt. Dus je kan hier en daarin steken. Met allemaal info rond de kwaliteit van uw accu. Ik zal even wat beelden voorzien. Het enige echte nadeel is dat dit kabeltje vrij kort is. Dus ik gebruik over het algemeen zo nog een verlengkabeltje voor USB. Maar anders wel heel tevreden van. Het is nog de verpakking, dus dit is de FX van Nightcore.
dual slot USB charger voor Fujifilm. Ja, dus het is belangrijk dat je de juiste, voor het juiste merk aankoopt. Hè. En kan dan 1 ampère laden. Dat is op zich niet zoveel, maar ja, het is natuurlijk afhankelijk van die USB. Dus het moet vrij lang in stopcontact zitten, maar hoe lager dat voltage of die ampère is, hoe beter ook voor je accu dat je die zeker niet te snel oplaadt en daardoor onnodig verslijt.